wel lekker, Paul. De zon elke ochtend om 6 uur rondom de Evenaar. Dus ook nu hier in de Serengeti. En dat al miljoenen jaren. En over miljoenen jaren gesproken, de Gorongoro-krater, die bestaat ook al miljoenen jaren. We zijn er doorheen gereden. Het is een soort wekpan, helemaal vol met wild. Daarna zijn we doorgereden naar de Serengeti. Daar staan we nu, hartje Serengeti. We hebben hier geslapen in tenten, wat absoluut een aanrader is. In Nederland niet, hier in Afrika wel. Je hoort werkelijk alles. 2 uur word je wakker omdat een leeuw een koprolletje aan het maken is met een leeuwin. Of je hoort de hyena's janken naar de andere hyena's. Het is werkelijk ongekend. En nu drink ik mijn koffie op en dan gaan we verder. Met die auto's, een game drive doen. De zon die aan de hemel staat. Beesten die nog in het jaar zijn. Prachtig. Prachtig daar, hè? Lake Manyara. Dit is weer zo'n hele bijzondere plek. Het is gewoon een binnenmeer. Het is wel groot, maar ook weer niet heel groot. Het is zout. Dus eigenlijk is het een heel klein zeetje. We zijn geweest met Ngorongoro en bij Serengeti National Park. Dat zijn prachtige plekken. Je vindt ze er allemaal. De Ugly Five, de Big Five. Overigens, die Big Five, die heet Big Five, omdat dat de 5 moeilijkst bejaagbare dieren waren voor de inheemse bevolking van heel lang geleden. Die jaagden op die dieren om ze te eten, maar die 5, dat waren de lastigste. Het was namelijk of zo'n dier schieten of dat dier doodde de jager. Vandaar dus de Big 5, de moeilijkste. We zijn onderweg, dit is Lake Manyara dus, waar we nu staan. En dan zijn we onderweg, hier heb je die parken, Serengeti, Ngorongoro, de grote krater. Dwars door Tanzania naar beneden, dan gaan we naar Dodoma. En Dodoma, dat is misschien niet zo bekend, in elk geval minder bekend dan Dar es Salaam, maar Dodoma is de hoofdstad van Tanzania. Ik ben benieuwd. Hele lange weg, 460 kilometer, allemaal rechtdoor. Dat is dus eigenlijk zo'n beetje de hoofdweg door het land heen naar de hoofdstad. Je moet dat een beetje vergelijken met de A1 en een procentje of 20 ervan is onverhard. Ja. Wat jongens met die kaarten. We zitten nog steeds in de buurt van het meer. En wat hebben ze in het meer? Vis. Paul, is dit onze lunch? Wat vis is het? Dit is catfish. This is catfish. This is another one, which is the special from there. But this is fresh for fresh water. During the rain start, this comes with the rain. Het meer is dus zout, maar het zoete water komt uit de bergen en die neemt dus deze vis mee. Meerval. Meerval, hè? Are you eating them? Have you eaten them? You want a taste?
Nou. En hier zijn ze klaargemaakt. Even kijken. Which one is the best? Yeah. Just a small piece? Which? Like this one. Can you? Yeah. It's like a flesh. Nou, wel lekker, Paul. Goed. Goed. Jullie ook? Staat er staat, toch wel, hè? Beetje als een lekker bekje dit. Ja, jullie bestaan nog. Toch, kan wel. Het is een beetje als op de markt in Apeldoorn, hè, bij de kibbelingkraam. Over 3 uur weten we het. Ja, precies. Binnen een uur is het van groen naar dor. Terwijl het regenseizoen is, valt er geen regen. Dat is het probleem hier in Centraal en Oost-Afrika. Enorme droogte. Dorpje, daar komen we vandaan. Er stond een bordje 50, dat hebben we gedaan. Het zou kunnen, net niet helemaal. Misschien net niet helemaal. Dus nu zijn we aangehouden. Nou is het zo dat hier in Tanzania zijn de meeste mensen die zijn slank. En als je dan een beetje om je heen kijkt, dan zijn de agenten die zijn vaak wat dikker. En dat heeft een reden. Dus we zijn er eventjes ingedoken. Degenen die wat dikker zijn, die zijn corrupt. Die kunnen namelijk zo persoonlijk afrekenen. Dat geld gaat in de tas en daar kunnen ze dan heerlijk van eten en zo. Ook deze agent is ietsje dikker. Dus die wil 30.000 lokale shillingen hebben. En wij doen het niet. Maar ik denk dat de oplossing eraan komt. We komen daar namelijk. De cameraman is even onderuit. En de grote kolonne Volvo's aan. En die hebben allemaal te hard gereden. Ja. Ik denk niet dat die tegen ons op kan met z'n allen. Nou, niet betaald. Gewoon een beetje volhouden en dan komt het altijd goed. Tanzania bijna uit. In de richting van Malawi rijden we naar het zuiden. Dat zie je de komende dagen allemaal. Een van de armste landen van Afrika, maar heel mooi naar het schijnt. Nog even iets over de verkeersveiligheid. Nee, helmen hoef je niet op. Het asfalt is slecht met enorme sporen. Je kunt hier een rijbewijs halen. Dan moet je een paar uurtjes in een klaslokaaltje gaan zitten. En dan moet je de betekenis van een paar verkeersborden herkennen. En vervolgens kun je een stukje rijden. Dat doe je niet over het asfalt in een lesauto. Maar ergens over een zandpaadje in de bush. En dan haal je rijbewijs. En dat resulteert uiteindelijk in een tamelijk twijfelachtig verkeersbeeld. Zowel wat betreft auto's als vrachtauto's. 9
1000 verkeersslachtoffers per jaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de expressbussen. Dat zijn eigenlijk de bussen die tussen de steden rijden. Daar wordt knalhard mee gereden, ook dwars door het dorp. Die bussen die hebben een soort ontheffing, die mogen gewoon overal vol gas. Want de eigenaar van het busbedrijf die schijnt dan elke maand aan de gouverneur van het district een beetje geld over te maken. En dan gaat het allemaal goed. En gaat het dan niet goed, zoals hier? Ja, dan laten ze het gewoon liggen. Halen de rommel eruit. En weer verder, zoals wij ook weer verder gaan.